Hij staat in de coulissen en dan zie je ook al oh, dat zenuwachtige gedoe allemaal. Maar ja, politici zijn natuurlijk eigenlijk af en toe net als varkens, dat weet u, hè. De hoogste vorm van sociaal gedrag is elkaar staart afbijten. Dat is toch een beetje wat je dan ook hoort gebeuren hier, zo als je in de coulissen staat. Maar dat maakt verder niet uit. Ik ga voor u lekker een liedje spelen. Ik liep van de week langs de Hofvijver, zal ik u vertellen. En u weet, daar zijn nieuwe bomen aangeplant, hè. Heb je het gezien of niet? Meneer Reven stond in de krant, zag ik. U had een nieuwe boom erin gegooid. Op het eiland ook zelfs, kan je nagaan, zeg je. Ja, de VVD gaat ver. En het is wel interessant dat de VVD bij de Hofvijver bomen plant. Maar te laten vermeerderen voor het willen ze omhakken. Dat is toch eigenlijk wel ook wel interessant eigenlijk. Maar toen dacht ik, god, die bomen worden geplant. Ik ga daar eens kijken. En toen vroeg ik aan die man die met die shovel bezig was. Ik zeg, wat zijn dat nou voor bomen? Want u weet natuurlijk, het zijn kastanjebomen geweest. De kastanjebomen zijn er niet meer. Maar die zijn, de kastanjebomen die, weet ik wat? De kastanjebomen die zijn weg. En daar hebben we andere bomen voor teruggekregen. Die zijn trouwens weggegaan door de halsbandparkieten. Hè? Dat weet u ook. Nou, minder Marokkanen, daar kunnen we over discussiëren. Maar minder halsbandparkieten? Daar zijn we toch over eens met z'n allen, mag ik hopen, of niet? Oké, dat is goed. Enfin, ik stond daar en toen vroeg ik aan die man, wat zijn dat nou voor bomen? En toen wees hij naar het torentje van Rutte en toen zei hij, treurwillige. Treurwillige voor die homo, zei hij. Toen zei ik, nou, dat mag je niet zeggen. Trouwens, het is ook geen homo, maar Mark is geen Rutte, is geen homoseksueel, dat weet u. Het is een biseksueel, want hij naait iedereen. Wat wel leuk is van Mark Rutte, vind ik dat hij altijd zo positief is. Hè? Dat vind ik wel leuk. Die negativiteit die wil ik er nou eens even uitwerken met behulp van dit lied, als het ware. Als ik Maurice de Hond mag geloven, worden het slechte verkiezingen. Qua opkomst in ieder geval, dat vind ik jammer. Ik vind het belangrijk dat mensen gaan stemmen. Dan ben ik serieus. Ik vind het idioot eigenlijk. Maurice de Hond houdt daar enquêtes over. Ik heb eens een keer een enquête gehouden over Maurice de Hond zelf. 2% zei, is dat een tekenfilm? 3% zei, ik vind het een prima vent, ik ga op hem stemmen. En 95% zei weg met die mufnek. Dat vond ik echt wel interessant om die uitkomst te zien, als het ware. Dames en heren, het gaat over keuzes maken. Politiek is natuurlijk keuzes maken, dat weet u. En het is belangrijk om keuzes te maken. En vandaag doen we dat ook. En om te stemmen, ik zei het al. Het is belangrijk om ons te realiseren dat die vrijheid die we hier met z'n allen genieten, dat die natuurlijk bevochten is. Dat is ergens vandaan gekomen. En ik vind het belangrijk om toch even te noemen dat er mensen zijn die daar offers voor hebben gebracht. En dat we dat niet zomaar mogen laten gaan. Dus ga alsjeblieft stemmen. Dat is een beetje het motto van dit liedje. Dat vind ik wel belangrijk om te melden, als het ware. Hè? Meneer De Jong ook, fijn dat u er bent. En helemaal alleen, zie ik. Dat ben ik niet gewend. U hebt altijd een schaduw achter u staan. Hè? Die komt altijd mee, toch of niet? Nou, gelukkig niet. Nou ja, gelukkig niet. Hij blijft tot je, we hebben gemerkt bij de laatste verkiezingen, hij blijft tot de verkiezingen en vlak daarna tieft hij ineens op. Dus wat dat betreft kunt u alvast wennen aan het feit dat hij er dan ook ineens niet is. Vind ik trouwens een foute vergelijking met Hitler. Dat vind ik een hele verre fout. Dat ik het even gezegd hebben. Dat vind ik echt idioot. Dat moet je ook helemaal niet doen. Vergelijking gaat ook vreselijk mank. Want Hitler is zoveel verder gekomen dan Geert Wilders. Dus ik vind het eigenlijk idioot om die vergelijking te maken. Dat kan je ook absoluut niet doen. Ik vind dat helemaal fout om zo'n uitspraak te doen. Hoewel ik moet wel zeggen, ik hoorde Geert Wilders laatste keer. En toen had hij het over, was bij een lijsttrekkersdebat. En toen zei hij, ik ben voor de Smurf. Ik hou van de Smurf. Toen dacht ik, ja, één volk, één leider, één kleur. Misschien zit daar toch wat in. Je weet het natuurlijk niet. Hè? Oh, ga je bezwaar maken? Goed zo. Nou, sta op, loop ik weg. Leon, we gaan eerst stemmen en daarna mag je afgaan. Niet gelijk al nu weglopen. Een schandaal is dat zelfs. Goed zo. Dat is wel fascinerende televisie dit. Goed zo. Dames en heren, we gaan een liedje zingen. En het liedje gaat over stemmen. Een vergelijk met Adolf Hitler. De grootste massamoord. Ik stel voor dat we gaan met z'n allen gaan zien. Cabaret, meneer De Jong. Cabaret, best, maar geen vergelijk met... Kunt u het dan niet gewoon blijven discussiëren? Ik hoef er allemaal niet aan mee te doen. Schandaal. Heb je nog zin in, meneer Rabin? Heb je nog zin om te zingen? Ja, gelukkig. Stemmen. Stemmen, stemmen, stemmen. Ik hoor alleen maar stemmen. Au, au, au. Dat gaat u zingen met z'n allen, dames en heren. Stemmen. Stemmen, stemmen, stemmen. Ik hoor alleen maar stemmen. Wat moet ik nou? Als de juf vroeger jarig was, ging de snoeptrommel rond in de klas. Nou, dan zag je mij bevriezen, want ik kon niet kiezen. Straks sta ik in dat te krappe hokje, met dat biljet en dat rode stokje. Al die namen op een rij, ik zet een kruisje, maar bij welke partij? Oh, stemmen, 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 stemmen. Ik hoor alleen maar stemmen. Au, au, au. Met z'n allen, kom op. Stemmen.
Stemmen, stemmen, stemmen. Ik hoor alleen maar stemmen. Wat moet ik nou? Het is wel gezelliger geworden, heb ik het idee. Ik zie iets in D66. Al zijn ze misschien wat te deftig. Want onderwijs is altijd goed. Omdat je van je fouten leren moet. Toch, mevrouw van Engelshoven, of niet? Wat raar dan dat D66 zegt nou zelf, dat is toch geen porum. De sluiting van de biet niet erg vindt. Maar wel gaat voor het spuiforum. Oh, stemmen! Ik hoor alleen maar stemmen. Au, au, au. Alleen maar stemmen. Wat moet ik nou? Wie krijgt mijn stem op woensdag? Het liefst hak ik hem in vieren. Groep de en de Partij voor de Dieren. Terug aan die eekhoorntjesbrug. 150.000 euro en geen eekhoorn geteld. Maar voor de soepbus hebben we geen geld. Oh, stemmen. Lekker, lekker stemmen. Ga maar lekker stemmen. Au, au, au. Oh, stemmen. Lekker, lekker stemmen. Stemmen, stemmen, stemmen. Wat moet ik nou? Dames en heren, mag ik nog één stichtelijk woord tot u richten? Succes wordt altijd bepaald door de mensen die meedoen. Niet door de mensen die aan de zijlijn zijn. En nog één laatste wijze woord. Iemand kan jou pas kwetsen als jij dat toelaat. Ik denk dat hier toch politieke motieven aan de grondslag liggen om zo lekker weg te lopen. En om dat nog één keer met z'n allen te onderstrepen, zingen we nog één keer het refrein. Bent u er klaar voor? Waar gaat ie? Stemmen! Kom op, lekker stemmen. Lekker, lekker stemmen. Au, au, au. Stemmen. Ga toch lekker stemmen. Stemmen, stemmen, stemmen. Wat moet ik nou? Matje, zet hem op. Dankjewel.